Het is vrijdagmiddag 17 maart na de verkiezingen. De dienstauto's rijden naar het Binnenhof om hun corrupte ministers en staatssecretarissen op te halen. En ik ga ze even confronteren met de leugens van Frank Weerwind. Dit is een journaliste met een schrijfblokje. Iedereen loopt met een iPad of iPhone tegenwoordig, maar dit is nog een originele kuifje reporter. Met een schrijfblokje. En ze gaan nu naar de uitloop van de ministerraad. Petra is haar collega van het NRC. Ik ben even haar naam vergeten van deze mevrouw. En dit is even een berichtje aan de politie Den Haag. Ik ben hier nu bij het Binnenhof. Omdat ik ook een document wil overhandigen aan de ministers, omdat Frank Weerwind op 6 maart 2023 over mij heeft gelogen. En daar ben ik een beetje spuugzat. Dus politie, laat mij met rust. Ik blijf op afstand van ANP, komt hier ook. Ik blijf op afstand van Rutte en de Jonge. Ik ben hier alleen om een document te geven aan de coalitiepartners. De mensen van Rutte 4. En ik blijf gewoon rustig, want anders zou ik mijn eigen zaak schaden. En dat doe ik niet. Dus ik wilde dat even doorgeven aan de politie Den Haag. Fijne dag. Nick Jan. Ja, ik moet je filmen. Ik wil je wat geven. En dan wil ik graag dat je het... Goedemiddag, Nick Jan. Goedemiddag. Ik wilde graag dat je dit aan de coalitie geeft. Dit is mijn... dat ik een echte klokkenluider ben. Expertgroep klokkenluiders. Ja. En dat is zo Gerrit de Wit. En ik ben ook door de vertrouwenspersoon van justitie erkend als klokkenluider. En de minister... Ja, nee, maar ik heb wel 4 keer in de gevangenis gezeten. En op 6 maart heeft Weerwind over mij gelogen. En het, bedoel, als je dit even wil... ja, of het pdfje aan de CDA-groep wil doorsturen. Dag, Nick Jan. Super senator Nick Jan van Kesteren. Tijdens de ministerraad. Ja, want ik wil natuurlijk dat de regering valt en dat ze vervolgd worden. Hij is ook de controleur van de... Kijk, er staat natuurlijk een enorm wagenpark op dat Binnenhof. Bijzonder, hè? Dat is mijn stekkie bij de brasserie. En ik mag niet op het Binnenhof komen, dat is ook nog zoiets. Maar ik ben in hoger beroep gegaan, maar het OM heeft 3 keer mijn hoger beroep afgeblazen. En ik wil een tussenvonnis dat ze dat 50 meter verbod met Pinocchio en Rutte en de Jonge, dat ze dat schrappen. Want ik ben het een beetje zat. Dat zei ik ook allemaal. Ik deed wat ik moest doen. En die pleurisleiers gingen liegen daar in die bruin-rode toren. Dat ben ik een beetje zat. Maar ik blijf rustig, want ik wil mijn zaak niet schaden. Kijk, ik heb geen cameraman. En mijn neef wordt gearresteerd als hij met mij praat. Dit is niet Soedan of Tsjetsjenië. Nee, dit is Nederland. Bizar, hè? Nou, daar gaat de eerste dienstauto. Tellen jullie mee? Daar komt minister Dijkgraaf van de OCW. Goedemiddag, minister Dijkgraaf. Mag ik u iets aanbieden? Minister Weerwind heeft over mij gelogen in Kamervragen. Oh, nou, dankjewel. Wilt u daarop aanspreken? Fijne dag. Nou, dat is dus een minister.
Hij was regelmatig bij De Wereld Draait Door. Wat wist hij van Nieuwkerk? En degene die het iets aanpakte, dat was de woordvoerder van minister Dijkgraaf. Verantwoordelijk voor de leerstof van de kinderen van Nederland. Ik ga naar de fiets. Ik ga naar de auto die staat in de garage. Ja. Ik groet jullie alles hier. Dat is er genoeg. En we hebben het over Nederland en over 21. Loop maar. Nee hoor. En ik ben hier om een document aan de ministers en staatssecretarissen te overhandigen. Dat mijn melding op 31 mei erkend werd door de expertgroep Klokkenluiders. En daarna werd die erkend door de vertrouwenspersoon van Frank Weerwind en Jessel Kus. Dus ja, vind je het gek dat ik een beetje geïrriteerd ben? Meneer Van Ooyen, goedemiddag. Ik wil alleen iets overhandigen. Nee. Ik ga die kant op. Minister Weerwind heeft over mij gelogen in Kamervragen. Mm-hmm. Wilt u hem daarover aanspreken? Nee, dat gaan we niet doen. Ik neem hem mee. Joh. Ja, dankjewel. Fijn weekend. Ja, het lijkt net alsof ik kernafval geef of zo, maar... Ja, dit zijn nou de mensen die Nederland leiden. En niemand heeft ooit ze gekozen. Opeens werden ze staatssecretaris of minister. Wat is dat voor gekkigheid, joh? Die verkiezingen, dat is toch wel een of andere grote bullshit show. Nou, dan komt het rest van de pulp. Adema. Niemand heeft hem gekozen. Afkomstig van VNO-NCW. Nou, Adema houdt even in. Meneer Adema, mag ik even inbreken in uw gesprek? Ja. Ik ben een klokkenluider van justitie en ik wil u graag dit overhandigen. Ik heb het net ook aan Niek-Jan van Kesteren gegeven van VNO, oud-VNO-NCW, collega van u. Minister Weerwind heeft over mij gelogen. Dat wil ik even kenbaar maken. En dat is een document dat ik erkend ben als klokkenluider. Dag, fijne dag. Nou, dat is Adema. Niemand heeft hem ooit gekozen. Hier gaat weer een dienstauto. Ja, zij zijn lastig geweest. Ik ben 4 keer in de gevangenis gegooid. En ik ga nu weer naar mijn plekje toe. Nou, daar komt nog een dienstauto. Daar komt minister Weerwind. Minister Weerwind, goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Huig Plug. Ja, maar u kent niet. Mag ik u iets overhandigen? Wat heeft u voor me? Ja, dat is. Ja, volgens u ben ik geen klokkenluider. Ja, Frank. Maar, en Marcel, ja. Ik spreek me meteen aan bij mijn voornaam, ja, meneer Plug. Meneer Weerwind, ja, ik zag u. Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, het is zo, meneer Weerwind. En meneer Plug. Dit is van Gerrit de Wit, expert op klokkenluiders. Ja. En de eigen vertrouwenspersoon van justitie heeft mij in melding erkend. Dus ja, dan kloppen uw antwoorden niet. Meneer Plug, zal ik maar eerst even gaan lezen voordat wij hier gewoon in een gesprek gaan. Ik zie dat u lacht erbij. Ja, nee. Serieuze zaak. Ik heb 4 keer in de gevangenis. Ik heb 4 keer in de gevangenis gezeten. Sorry. Ik heb 4 keer in de gevangenis gezeten. Ja. Excuus. Voor op basis van ook nog vals bewijs. Ja, en dat is niet leuk natuurlijk. En ook in detentiecentrum Rotterdam, waar zoveel aan de hand is. Leest u het even?
En laat het op u inwerken. U heeft ook recent nog aan ons vragen gesteld. En dan bent u vergeten uw adresgegevens bij te plaatsen. Dus als u die alsnog... Meneer Brug, ik verontschuldig mij. Nou, dag. Mag ik u een hand geven? Dag. Ja? Dag Marcel. Ik geef mijn adres door. Graag. Dag. Nou, zeer opmerkelijk. Dat is de chauffeur van Carola. En ze gaan naar het ministerie van Justitie. En daar komt ook, hoe heet hij ook alweer? Van der Burg, de man van het staatssecretaris van Mensenhandel. Verdwenen kinderen, hoe heet dat ook alweer? Immigratie. Nou, daar gaat de dienst uit alweer. En daar komt de Job van der Zanden, een van de top woordvoerders van Financiën. Job geeft een chauffeur een hand. Job was woordvoerder van Opstelten toen hij moest aftreden. Toen Opstelten moest aftreden wegens de Teven-deal op 9 maart 2015. Ik was toen in Den Haag. En waar was ik allemaal? En met wie sprak ik die dag? Esther Ouwehand waarschuwde mij nog voordat het bekend was. Van Esther kreeg ik een berichtje uit de Tweede Kamer. En ze zegt, Huigie, je favoriete duo treedt af. Tjongejonge. Dat heb ik toch allemaal... Hallo meneer Van der Zanden. En ik heb een wijze dodelijk saai leven, maar soms maak ik hele rare dingen mee. Daar gaat het hele wagenpark loopt leeg. Gezellig. Ze hebben weer vakantie, of niet, weet ik het joh. Het is doorlopend vakantie. En ik zag vandaag bij Justitie een Wim van Dijk... En dat is een man, die stond met een spandoek, justitie is crimineel. En ik ken Wim van mijn demo's uit 2017 en 18. En ik ken hem ook uit 2015, toen stond hij hier voor de Tweede Kamer, met hetzelfde spandoek. En er komt nog een minister aan. Zij is volgens mij van Gennep of zo. Hennep Zolder. Maar ja, ik heb eigenlijk de belangrijkste te pakken. En dat is weerwind. En moet je voorstellen. Niemand heeft haar ooit gekozen, joh. Opeens werd ze minister. En dat is een handtekeningenminister. Want ze zijn in dienst van multinationals. En ze moeten hun handtekeningen zetten onder contracten. En dan ga je straks, jullie gaan lekker straks krekels vreten. Gezellig, hè? Het volk wat naar Netflix kijkt en heel Holland pakt. En lekker in slaap valt, want de Nederlander is een meelzak. En dit is het Muzeplein. Supergezellig, niet dus... En bij het Muzeplein staat de Zurichtoren en daar zit de kiesraad in. En bij de kiesraad, dat is ook zo'n gek fenomeen. Dat is om de hoek bij justitie. In het gebouw van de Zurichtoren zit ook het huis voor klokkenluiders sinds 2022. Maar dan ben je helemaal niet veilig. En hoe heet het nou, joh? APD Topconsult zit hier ook. En allerlei topambtenaren, directeuren-generaal, secretaris-generaal, inspecteurs-generaal... die hebben de boel bedonderstraald in mijn zaak. En van die lui van ABD Topconsult, sommigen gingen ook nog aangifte tegen mij doen. En dat is in de doofpot gestopt. Geseponeerd noemt justitie dat. Nou, ik noem dat in de doofpot stoppen. Donder, nou hou een end op. Beetje klote gezeik. Oh, ik ben nog even geïrriteerd waarschijnlijk. Kijk... De Zurichtoren en de kiesraad zit hier ook. Dat is het. Daarom ben ik hier gekomen. Kijk.
Nou, ik word geregistreerd en ik registreer terug. Min Biza, de Delta-commissaris, dat was Wim Kuiken ooit. De kiesraad. Dit is zo'n belangrijke toren en ze zijn helemaal niet onafhankelijk. En hier zit dus ook Letitia Griffith. Zij heeft afgelopen week is haar cv aangepast nadat ik er aandacht aan had besteed. Want ze was haar functie bij het kadaster en de KLM vergeten te vermelden. Niet vergeten, bewust niet vermeld heet dat. Jullie worden belazerd, volk van Nederland. En daar... En de kiesraad, ja, er zit een superhacker in de kiesraad. Dat klopt toch niet? En zijn naam is Ronald Prins. Ga maar even googlen. Hij is multimiljonair en superhacker. En daar is het corrupte ministerie van Justitie. En daar zit, hoe heet ik weer? Dijkgraaf. En dit heb ik dus vandaag aan Weerwind gegeven. Maar hij had het al ontvangen. En zijn woordvoerder Marcel ook. Op 14 februari. Ik had ze een Valentijnscadeautje gegeven. En dat op 14 februari. De verjaardag van Rutte toevallig. Maar ik ben erkend door de expertgroep Klokkenluiders. Maar ook door de bijzondere vertrouwenspersoon Sander van den Berg. En die heeft in 2021 voor de rechtbank, voor de Haagse rechtbank, voor de rechters... ook nog geschreven dat ik wel degelijk erkend ben als klokkenluider. En onze zaak liep al sinds Rutte 2. En ik heb nog getuigen en ik wil bescherming voor mijn getuigen. Want criminele kroongetuigen krijgen wel bescherming van Frank Weerwind en Jessel Gus. Maar ik en mijn kroongetuigen, ik verdween 4 keer in de gevangenis. Op basis van onder andere dit valse procesverbaal. Van mevrouw Den Braber, de OVJ in Breda. Toen werd ik ook weer uit mijn huis gehaald. Hè? Op 3 november werd ik uit mijn huis gehaald. En op 8 maart werd ik door een arrestatieteam uit mijn huis gehaald. Dat is wat, 8 maart 2022. En valse aangiftes die van topambtenaren en die aangiftes zijn geseponeerd... nadat Wieberen van Haga Kamervragen had gesteld... Dus daarom zijn ze geseponeerd. Maar ik zeg, ik wil dat die valse aangiftes terug in dossier Koldover worden gestopt. Want er is sprake van grootschalige fraude en er zijn rechters bij betrokken, officieren van justitie en de griffiers, het griffieteam van de rechtbank in Breda. Dit is een mega groot schandaal. En daarom keer ik steeds terug in Breda. Ik ben de erkende klokkenluider van justitie, niet vergeten. Op vrijdag 17 maart 2023, 2 dagen na de verkiezingen, ben ik naar het Binnenhof gegaan om Frank Weerwind, de minister voor of van rechtsbescherming, te confronteren met zijn antwoorden van 6 maart 2023. Hij heeft de Kamervragen beantwoord van Wieberen van Haga, maar hij heeft weer gelogen, Frank. En Frank zegt, de heer Plug is, anders dan hij zelf aangeeft, niet erkend als klokkenluider. Dit is de heer Plug, medegedeeld bij brief van de toenmalig waarnemend secretaris-generaal. En dat is Ronald Barendse. Maar Barendse moest vlak daarna aftreden omdat hij had gelogen en rechercheurtje had gespeeld in de klokkenluidersaffaire rond de WODC-affaire. Kijk naar wat Weerwind vandaag tegen mij zei. Heel bijzonder. En dit is een opname van 8 oktober 2019. En in het midden zie je de bijzondere vertrouwenspersoon van justitieklokkenluiders. Dat is Sander. En dit is Gerrit de Wit van de expertgroep Klokkenluiders. En vlak daarna zaten we aan tafel met de baas van alle gevangenisdirecteuren, met Erik Nijman. En Nijman die deed 2 jaar later in het geheim aangifte tegen mij. En die aangifte is in de zaak Koldenhoven geseponeerd. Dat is ook bijzonder. Dus rechter Prenger, daarom wil ik Erik Nijman ook oproepen als getuige. En ook nieuwe getuige Loes Tortieke. Want we hebben beeld en geluid en ik heb kroongetuigen die bescherming nodig hebben. Zijn jullie er nog, officier van justitie Masselink en rechter Prenger? Ik ben op basis van fraude en valse aangiftes in de cel gezet. 4 keer. En dat pik ik niet. En het is tijd dat heel Nederland dit te weten komt.